Hola! Mensen, welkom in Spanje, het land van... Ja, alleen van Fernando Alonso, daar staan ze bekend om. Als jij aan een willekeurige vakantieganger vraagt... Wat denk jij aan als je aan Spanje denkt? Zegt hij... Fernando Alonso! Sowieso. Waarom komt er zoveel wind uit die ventilator? Het ziet er echt gewoon smerig uit, alsof het water is. Daar is alle elektronica kapot. Dan heb ik weer een probleem. Dat is toch de bedoeling van de ventilator dat er wind uitkomt? Ja, maar het lijkt net dat er water uitkomt. Oh, ie! Hij spuit alles in mijn schoot. Godverdamme, man. Ja, maar dadelijk gaat het helemaal stuurtje kapot en dan is het weer... Crash je nou zo? Ja, daarom glijden mijn pedalen dus deel het weg, omdat ze gewoon glad zijn. Oh, ik vond dat wel lekker, zo'n badkuipje. En dan is een bad eentje erbij, even lekker schuim zo. Hey, Jos. Ik heb je helemaal niet gezien, man. Oh, we staan weer naast elkaar. Nou, nah, moet niet gek worden. Nee, zeker niet. Hey, Harry. Hoi. De Spanje dus, hè? Heb je daar nog iets mee? Nee. Oké. Okay. Piotr, ik weet dat je uit Rusland komt, maar Spanje, heb jij daar toevallig iets mee? Ik kom niet uit Rusland! Wow, rustig aan, vriend! Hij komt helemaal niet uit Rusland, hij is gelijk boos, hè? Hoe kan ik dat nou weten, man? Ik zeg het iedere race! Oh ja, dat is wel waar op zich. Goed. De stand. Zit iedereen het watertandend naar uit te kijken. Ik sta, hoe kan het toch al best, eerste, want ik kon helemaal nog niet ingehaald worden als ik de vorige race gecrashed was. Dus goed, steeds eerste. Hamilton, steeds tweede. Rosberg, steeds derde. Maar Mitch is een plek gestegen en die zit ze op de hielen. Hij zit 7 punten achter Hamilton en 5 achter Rosberg. Dus dat is in één race gewoon goed te maken. En ja, wie weet, hang ik hem ergens in de hekken. Hé, hey, Jos, ik zit eens even naar het scherm te kijken. 3 keer raden wie ik zie rijden. Wacht, ik zal ook even naar het scherm kijken. Misschien kan ik het dan wel raden. Oh, hey, zou dat misschien... Wacht. Nee, wacht. Ik denk dat de vakantieganger van net dat nog wel weten. Wie is dat? Fernando Alonso! Oh, inderdaad. Hij rijdt gewoon 320 km per uur. Waar heeft hij nog nooit gereden? In de langzame sector, hè? Hij is gek, hoor. Hij had trouwens met die test van die IndyCar had 2 vogels doodgereden. Had je dat gezien? Ik maak geen grap, hè? Serieus? Ja. Er zaten 2 vogels op de baan te chillen en die dachten, oh, daar komt de auto aan, laten we maar even weggaan. Komt hij daar met 300 km per uur, komt hij daar aanrijden, klats! En je zag echt zo net alsof het water was, alsof ze magisch uit elkaar verdwenen. Dat vind ik echt vet. Waar kan je die video vinden? Die stond volgens mij op Facebook of zo, op Twitter, ik weet niet meer precies. Dat was wel mooi. Oh, ik heb hem hier op YouTube. Ja, zie je hem? Ja. Oké, okay, komt hij aan, Alonso. Heel erg zo. Zo! Holy shit, die zijn helemaal vernietigd! Oh, dat is kut als je die vogel was. Nou, ik denk niet dat je er zoveel van gemerkt hebt. Dat is precies wat Alonso met ons gaat doen vandaag, hè. Ons helemaal vernietigen gewoon. Ja. Oh, en trouwens nog een ander dingetje, jongens. Emma, die was toevallig gisteren bij mij. Oh ja? En die zei van dat de versnellingsbak kapot was. Mitch! De versnellingsbak is kapot. Oh. En dat we geen nieuwe meer hadden en geen geld meer hadden om nieuwe te regelen. We hebben geen nieuwe meer en we hebben ook geen geld meer om een nieuwe te regelen. Dus ik moet nou zelf gaan schakelen. Dus je moet deze race zelf gaan schakelen. Wat? En alleen jouw versnellingsbak hoop ik dan? Ja, de automaat is kapot. Ja, de automaat is kapot. Sorry. Oh. Dus ik moet zelf schakelen. Ja, dan moet je maar kind niet lui zijn hoor. Ja, dus dan wordt flink omschakelen. Ja. Fuck! Laten we beginnen. Yes, ik was al naar retire aan het gaan toen je dat zei. Wacht, jongen. De koning van de vrije training in Jos versus Mitch. Dat is waar, ja. Hij moet ergens goed aan zijn. Ja. Ik had de laatste chicane had ik afgesneden, dus toen ben ik van mijn gasten gaan op tijd stuk. Oh, nice. Zesde! Ik prima. Ben negende. Wordt de schuld echt weinig. Voor Hamilton en Rosberg trouwens. Ja, maar die ruiken elkaar eraf, hè, Spanje, je weet het. De beide Mercedes! Is dit zo'n dag? Oh, dat jongen, die ligt nog steeds te schreeuwen in zijn slaap. In ieder geval, zesde op mediums, want wij weten namelijk iets wat de rest niet weet. En dat is iets wat we zo meteen aan Max gaan vragen in de Information Lab. Of in ieder geval, Max gaat het dan aan Piet vragen en dan weten jullie het. Iets wat je over een paar seconden zo op de tablets kan zien. Inderdaad. En dan natuurlijk nog de starting grid. De Mercedes op 1 en 2. Dat zag je net. Hetzelfde kwalificatietijd. Daarachter de 2 Red Bulls. Daarachter Bottas. En Jos. Dan Fernando Alonso in zijn thuisrace. En Felipe Massa. En Mitch die start daarachter. Samen met Jensen Button. En de rest interesseert voor nu eventjes niet. Wow, het gaat vroeg regenen. Maar ja, wat we dus wilden zeggen. Het gaat regenen! Hey, het gaat regenen, man. Wow,
Inderdaad, ik zie het nou ook ineens. Het gaat ook echt vroeg regenen, jongen. Er wordt echt bijna een hele regenrace, volgens mij. En we zijn los. In de slipstream bij Max. Het leek net dat Hamilton zijn naambordje boven de Red Bull stond. Dus ik dacht van, zijn die geswitcht? Ja, jullie rijden op soft. Zijn. Jullie moeten een extra stop maken straks als jullie die eerste stint niet kunnen volbrengen, trouwens. Als ze vroeg regent, dan kan iedereen de eerste stint uitrijden op zijn slicks. Even overtaken op de season oefenen alvast. Hoppakee. Iedereen wil dat zien. Even mijn stuur loslaten. Zelf ophangen. Buiten op mijn Rosberg. Oh, beautiful. Dat was een, als daar een overtake lukt, dan is dat wel een kans voor de season overtake of de season takeover. Oh shit, ik zag het nu al beginnen te regenen. Ik zag een onweersflitsie. Het regent nu al. Oké, maar als het gewoon heel zachtjes begint te regenen, dan kunnen we alsnog wel een paar rondjes doorrijden. Pas als de DRS disabled is, dan weet je dat het goed meen is. Nou, ik kon nog geen keuze maken om op Inters te starten, dus... Pjotter weer, jongen. Dan zou ik dat gokje best durven nemen. Als je dan gewoon rustig met je banden bent, kun je gewoon die race zonder stop uitrijden. Ik denk als je nou op Inters start, dat ze echt overgieten tot de moeder, zo. Ja, dat is waar. Ik hoop trouwens ook dat we gewoon heel de regenperiode kunnen uitrijden op één setje Inters, want het asfalt is gemeen, hoor. Fuck jullie allemaal! Hey, joh! Oké, het is van belang. Dan gooit iedereen inhaalt in de eerste bocht. Dan win je. En anders crash je. Dan gaan we de grote prijs van Spanje. En... go! We starten de fiets. Oh, Massa! Wow, die man is snel weg. Natuurlijk, hij staat op softs. Heeft hij meer grip? Oh shit, ik ben bang. Oh shit, drie breed. Ik moet me hier niet mee bemoeien. Maar ja, ik moet er ook voorbij eigenlijk. Want... oh, ik zag een dikke bitch aankomen. Ja, ik ben helemaal geflipt, hoor. Ah, nee! Oh shit! Ik ben nog heel, Oh, Massa! Oh, ik hield bijna nu. Ja, daar kon ik niet echt heel veel aan doen. Oké, okay, leef nog. Heb je geen schade? Nee. Ik had echt een mega druk. Hey, joh! Moet je nou weer een outtake zeker? Bijna, ik zeefde hem. Dat is echt classic Formule 1 AI, jongen. Ja, maar ik was al lang weer terug op de baan. Doet op dit moment, crash ik beter als jij. Ja? Nice. Dat is best knap. Gewoon geen schade. Eén keer, nee, twee keer eraf worden getikt, maar niet laatste, dus... oh shit. Dat is echt gay. Ah, ik denk niet dat ik daar iets aan had kunnen doen eigenlijk. Maar ja, hallo! Jezus, man! Hey, ik ben Mitch nu, hoor! What the fuck, joh! Hij bleef me doorsturen en ik krijg een warning voor een collision met Eriksen. Dan ben je in ieder geval niet de boos doen, want anders had je gelijk een penalty gekregen. Waarom ligt Hamilton achter mij op de 21ste positie? Wat? Jij start het er vooraan! Eerder die race. Nou, dat hoort mijn race niet. Moet je daar gaan battelen met Hamilton voor de 21ste plek? Ja, hij zit nou al achter mij. Hij zit nou maar allemaal op te fokken nou. Voor de 20ste, hè? Ik leg naar voren. Oh, shit. Ah ja, dat was voor de 20ste. De grip gaat weg. Nee, niet maar raken. Oh, joh, hij raakt hem ook wel gewoon, hè? Oh, nee, ik word ingehaald door Eriksen. Wat? Dit is een race. Ja, inderdaad. What the fuck? Wat gebeurt hier allemaal? Oh, die grip is inderdaad aan het verdwijnen al gewoon. Nu al. Dat zou echt pittig jammer zijn gewoon. Ik heb een paaltje geraakt. Heb jij een koptelefoon in? Nee, kut. Laat ik even doen. Bij de pitstop. Excuus voor de audio in de eerste deel van de wedstrijd. We hebben technische problemen. Wow, die grip. Holy shit. Ik ga de volgende ronde naar binnen. Shoot me jullie. De US is enabled. En over een paar seconden is die weer disabled. Laat maar op. Boxer slap. Ik ga gewoon nu. I don't care. YOLO. Last minute. Last second decision. Ik was bijna de pits voorbij, maar ik ga gewoon nog. Hij gaat gewoon. Hij is gek. De voordeel is als je achteraan de pits ingaat, dat niemand achter me eraf kan rijden nu. Dat is wel het voordeel. Fucking slimme zaken! Ik denk dat ik nog te vroeg ben, hoor. Maar... ik krijg nou een strategy change, dus ik denk het niet. Oh, is dit een goede call? Die mensen met soft zijn aan het struggelen nu. Met mediums heb je nog grip. Ik kom echt in één keer fucking dichtbij op iedereen. Maar even mijn temperaturen in de gaten houden, want als die overgieten, dan weet ik dat het fout zit. Als die niet overgieten, dan zit ik goed. En volgens mij... zit ik op dit moment precies goed. De lijnen zijn nu ook aan het veranderen al. Het enige wat kut is dat ik heel hard aan rij. Met 19 seconden achter op Eriksen. Ja, die rest is disabled inderdaad. Dat is Ricciardo dive aan de binnenkant. De stewards have now disabled DRS. DRS is now disabled. Ja, dat zei ik dus net ook, Pilter. Maar ja, als jij niet naar mij wil luisteren, prima hoor. Kut, ik krijg speed limiter. Kut, de rest rijdt weer weg. Ik word weer genaaid door de speed limiter. Oh nee, ik bedoel, yes. Gaat Jos ooit nog in de buurt komen? Je ziet het. Ja, straks denk ik dan. Ik wil er een heel recht stuk achter. Dus jij even krijgt dan. Oh, cross gene. En
Harry en To. We gaan even lekker niet voor mijn neus rijden. Ik heb eigenlijk nog nooit in de regen gereden terwijl ik zelf moest shiften. Dus ik ben benieuwd hoe dit gaat. Hé, hey, Eriksen, ken je de hele verhaal van die man die ingehaald werd? Stefan Magnussen. Ja. Oké, ik ga hem overteken. Is hij fucking dom? Hoe verzinnen wij die namen trouwens ook altijd? Ja, gewoon niet. Gewoon een beetje eerst wat je opkomt. Die heb ik ingehaald. En het ging niet van achter. Dus kom, en dan gaan we opbouwen. Buitenom. Nee, dat gaat niet. Wauw, deze auto dom. Doei. Oeh, Max wordt echt intens opgehouden. Dat is niet erg. Oké, nou komt er nog een serie pitstops en dan hoop ik dat ik in de punten kom te liggen. Dan heb ik echt nog een redelijk vooruitzicht. Hij zit in de slipstream bij Max. Oeh, een heel treintje auto's hier. Echt als een echte Kimi Räikkönen. Een treintje voor mijn neus. Maar ik dive hem gewoon de moeder. Doei, Max. Goed zo, Mitch. Oké, wow, ja. Ik kom gewoon in de punten terecht. Oh, sick. Oh, shit, Perez. Oh, shit, Perez. Oh, shit, Perez. Nee, niet insturen. Nee, ja, daar. Oh, shit, ik moet half over het gras. Yes, twee man ingehaald. Zevende. Oké, dit kan nog wel eens terug worden als het nu crasht nu. Dat is de vraag. Oeh, en als mijn banden het ook uithouden. Het is namelijk, ja, dat hadden we natuurlijk al gezegd, een agressief stukje asfalt. Oh, ik lig tweede, joh. Kom ik echt halve ronde later na alle pitstops kom ik erachter. Als ik gewoon niet gecrasht was, dan wou ik zo ver voor. Oh, Valtteri Bottas. Zal ik het even niet doen hier? Ik doe even een beetje voorzichtig aan, want als ik nou risky shit ga doen, dan is al mijn harde werk weer voor niks. En mijn dikke undercut. Oké, lekker Ari. Oh. Zal ik het hier al doen? Ja, nee, joh, zo normaal. Oké. Okay. Moet ik toch? Hij houdt me wel op, hoor, die Bottas. Ja, ik geloof het, ja. Oké. Okay. Valtteri, boekentas. The fuck? Inderdaad. Oh ja, deze gaat eraan. Deze gaat eraan. Oeh, laat remmen. Het ging pittig hard. Yes, come on. Het ging niet naar Heavy Rain, toch? Ja, toen ben ik gesteld. Ik bedoel, Piet, tot de vierde plek is het wat te doen voor mij nog. Maar jullie met z'n drieën vooraan rijden nogal hard weg van mij. Ik heb ook echt moeite om Rosberg te besluipen, zeg maar. Oh, ik kunt er schieten bocht over. Ik dacht dat je pedalen wegleden. Oh, nee. Hoor ik hem niet. Nog niet. Hey, Alonso. Hey, Alonso. Kijk uit, hè, want daar rijd je dood, hè. Oh, shit. Inderdaad. Dus hij nou zegt, dat kijk ik wel even uit. Harry! Ik kwam voorbij hem bij de pitbox. Oh, cool. Wow, ja. Wow, die Honda motor, jongen. Dag, Alonso. Succes met volgend seizoen doodrijden. Yes. Oh, oké. Wow, kom terug, joh. De mensen remmen laat, jongen, in de regen. Ik durf daar helemaal niet. Echt, hè? Dat is echt ziek. Was tijd verloren op Rosberg, maar ik ben het er aan het goed maken nu. Voor de slachtoffer, Daniel Richard. Oh, ik krijg echt zieke tractie, jongen, aan het begin van sector 2. Dat is, in het droge is dat ook al. Ja, klopt. Het is weer pittig regenrace. En het altijd zo mooi zonnige Spanje. Oké, nog 10 rondes, joh. Oeh, ik weet niet of dat... Dat gaat redden. Het banden dat helemaal gaan redden, maar dat zien we dan tegen die tijd wel weer. Als ik gewoon op tijd stop, dan kan ik zoveel tijd weer goed maken. Maar ja, iedereen wil weer gaan halen en zo. Goed, wielspin. Oh, dat is dus lekker van shortshift, hè. Ik vind het wel lekker, hoor, dat ze mijn versnellingsbakje kapot gemaakt hebben. Op kant begint in één keer redden tegen me te schreeuwen. Ja, tegen mij ook. Oh, oké, ik catch Daniel Ricciardo. Lekker, Jos. Dat zou zoveel voldoening geven, hè, want die Red Bull zou ik voorstellen in principe. Maar Jos, de Red Bull zijn toch het derde team dit jaar? Ja, maar dit is Formule 1 2016, mijn beste jongen. En toen was Red Bull toch wel beter. In ieder geval een beetje. Aan het einde van het seizoen dan. Ja, die updates die we nou hebben zijn van het einde van het seizoen. Dus vandaag. Oh ja, ik wil echt heel lekker dichterbij, hoor. Niet echt met secondes per ronde, maar half secondes. Zo, ik close echt ziek achter op Rosberg, jongen. Als ik gewoon goed rem en goed terugschakel, dan doet de motor doet de rest. Dat is echt chill. En die hairpin vooral. Ja. Als je daar laat kan remmen inderdaad, dan... Maar ja, ik kan dus niet laten remmen vanwege mijn pedalen. Maar op het moment dat ik met shiften terug ga, dan remt hij harder af. Oh, in de slipstream bij Rosberg gewoon. Daar gaan we. 2/10 achter. Oh, daar gaan we. Jos, ik doe het. Ben je eerste? Ja! Hij doet de dames en heren! En ik zit te... Wow, de slipstream is in de regen ook gewoon vreed, hoor. Ja, die is ziek, hè? Oh, overstuur! Overstuur, ik ben overstuur! Ik ben in paniek, ik rij eerst, wat moet ik doen? Crashen! Ah ja! Komt-ie!
Ruud Mitch is retired from session. Oké, okay, niemand dive in deze bocht. Hier heb ik wel van geleerd, want er was vorig seizoen ook. Ik crash natuurlijk ook in deze bocht. En jij ook volgens mij. Ik crash volgens mij echt in elke bocht wel een keer. Ja, daarom zei ik het ook maar gewoon. Klopt het niet wat ik zei. Oh, de tractione! Holy shit! Daar! Lekker, jongens. Oh, raak me, joh. Kappen! Kappen! Ga gewoon weg! Oké, okay, nee, ik probeer het in te halen. Dat vind ik prima, maar rij dan niet tegen me aan. Dankjewel, man. Jongen, jongen. Oké, okay, ben voorbij. Het is echt op... Ik zit hier echt te zweten, jongen. Dat is echt niet normaal. Ik moest er zweten. Bro, wat deed mijn coureur, jongen? Hij deed denk ik zijn hand van het stuur met in de boord. Dat kan gewoon. Hij had ook aan zijn neus. Door zijn helm heen, dat kan. Ah, shit. Nee, ik overschiet. Ik overschiet. Ricardo, doe het niet. Ik zweer het je. Als je dit doet, dan mag ik je niet meer, hoor. Oh, nou, dat doe ik het even niet meer. Oh, heerlijk, joh. Godzakken was dat lekker. Short shift voor de win. Letterlijk. Voor de slachtoffer. Max Verstappen, maar ik betwijfel of ik daar überhaupt ga halen. Maar, yo, no. Hey Jos, de vorige drie versies, hè? Ja. In de vorige seizoen, hè? Toen werd ik echt nooit eerste in Spanje. Just saying. Oké. Okay. Oké. Je bent tot dan vandaag. ja, het is nog niet zo ver natuurlijk. Ja, ik heb even geen tijd om de deur open te doen, hoor. Is de deur open, zet hem gewoon op start, dan rijdt hij automatisch door, hè? Ja, dat is goed met jou. Dit zijn de moeilijke races. Ik kan het wel zeggen, ja. Even dus mijn brake bias iets van de voorkant afhalen, zodat ik mijn voorband een klein beetje kan sparen. De volgende brake bias trouwens, iets minder. Ook zie Max in de verte. In Max Verstappenland. Laatste sector, je weet het. Oh, dat wel, voor al die feesten. En partijen. En ook partijen af en toe. Maar niet voor politieke partijen. Nee, dat niet, nee. Ik heb 25% taille weer op het moment. 25? Ik 40. Ik was ook een ronde later als jou, nog. Ja, nou, ik zou het in principe kunnen halen, in principe, maar ik weet het niet, in principe. Ik zou zo even vragen of ik aan het inlopen ben op die gekke Nederlander. Zo, dan was ik bijna mijn auto kwijt. Oké, okay, 4,7 seconden naar Max Verstappen. Kan, als we die ende goed blijven, want er zijn 6 rondes te gaan. Maar het zal echt ontspannen. Ik was wel op het juiste moment naar binnen gegaan. Maar dat kon ook alleen maar omdat ik laatste lag. Anders was ik, als ik niet was gecrashed, als ik op de pits al voorbij geweest, als ik niet gecrashed was. Ik zit wel altijd met mijn fuel mix te spelen inderdaad, dat is wel chill. Ja, met lean hè, krijg je echt zieke exits. Zit je daar nou ook te doen? Ja. Deze man doet 100 dingen tegelijk, joh. En ik probeer ook nog leuk te doen. Maar dat gaat wel iets moeilijker, moet ik eerlijk toegeven. Je ligt 12 seconden. Holy shit. Oh, ik ben wel 17e ingelopen op Maxi. Hoe ver lig je nu achter? 4 seconden. Hmm. Het zou cool zijn voor het podium. Maar okay, Max kan ik op zich halen, maar moet mijn band nog goed blijven. En ik heb nog maar 25% te gaan. Nou, dat kan eigenlijk wel. Nu alweer 2/10 gewonnen. Ik kom dichterbij. Lekker, Jos. De hunt is geopend. Ik overschiet de bocht. Lekker, meisje. Ja, dus zullen we eventjes ook uitleggen wat we doen met die fuel mix, dames en heren. Let op. Ik zit de hele tijd, een beetje ook, de switchen van... Lean naar rich, zeg maar, in de bochten. Een rich op de rechtstukken, lean in de langzamere bochten. Want, dan hoorde ik, zeg maar, krijg je betere tractie. Omdat als je in lean rijdt, dat je auto niet zo'n hoge toeren maakt. Dan beter wegkomt. Als je dan op tijd switcht naar rich, heb je er ook weer profijt van op de rechtstukjes. En in de regen kan dat. Ik zou dat in het droge niet doen. Want dan verleuk je gewoon je benzine. Inderdaad. Alhoewel, soms kan het in het droge ook wat chill zijn, hoor. Maar dan is het alleen maar puur om fuel te sparen. Maar veel tijd ga je er dan maar niet mee winnen. Hoe is het gat? 2,7 seconden, holy shit, ik kom dichterbij! Alsjeblieft banden, als mijn banden het volhouden dan... En ik word derde, dan ben ik gewoon echt tevreden hoor. Ik rij verder ook best wel oké. Okay. Niet goed of zo, maar gewoon oké. Okay. Ah, ik rij best wel oké. Okay. Oké. Okay. Ah, 52%. En ja, natuurlijk wel steeds minder grip. Ja, dat is wel waar. Nou, daar hebben jullie ook last van. Nog iets minder front brake bias. Even midden in de bocht, want ik ben toch het knapje te vinden. Ja, maar Arie, ik heb nog fuel voor 400 nodig. Dat vind ik nou wel weer een leuk feitje, Arie. Hij zei 10,5 seconden achterlag, of voorlag op jou. 1,6 seconden komen we aan. Drie rondes, of vier, nee, drie rondes. Ja. Maxi, maak je borst van nat. Ook wel hoeft dat niet echt, want het regent, dus het wordt toch al wel nat. Wow, Jos, super slim. Ik kan gewoon nadenken. Ik ben ook maar 1 seconde langzamer dan mijn snelste tijd op mediums. Ja, dat was natuurlijk van die eerste twee rondes. Oh ja, toen was ik ook allemaal gekregen. Oh, dat is altijd wel de snelste ronde op Intersect geweest. Wow, mijn auto brak uit, joh. Kut, ik overrem hem. Nee, kom aan. Geen tijd voor fouten nou. Ik ben nou bijna binnen een seconde. Nou, oké, de grip wordt. Oh shit. Even mijn differential ook naar beneden zetten. Ricardo is gezien, hè? Keurige exit. Al zeg ik het zelf. Keurige exit. Zeg ik het ook maar meteen even. Dankjewel, Jos. Ik toch wel sportief van je. Zeer tof. Ik ben al 2,6 seconden weggereden bij Rosberg. Het gaat naar Max dus nog.
gelijk. Shit! Eén foutje, hè? Dan zal ik naar dichterbij komen. Oké, nog een ronde om het opnieuw te proberen. Nou kun je dus echt zien dat het legend is, anders was ik er al lang voorbij geweest. Echt, hè? Oh, 60%. Oké, wacht, dat is gewoon te doen. Anders niet, hè? Kijk maar gewoon. Ik zit hier wel te trillen, want het is zo ik mag geen fouten maken. Ik moet max halen. Dat is kut, hè? Oh, dat is echt gay. Hoeveel seconden? Let me know, man. Let me know. Oh, 19e. Kom hier, jij. Smeerpijp. Nou, als het rechtstuk daar gewoon even slipstream duiken, dan is het nog maar 15e of zo. En dan de volgende ronde kun je hem hebben. Moet je hem alleen dive in die hairpin. Hoe is het met mijn motor? Oh, die is nog gewoon groen. Dan ben ik niet aan het overreffen. Klaar met je overstuur. Oké. Okay. Ah, het zou de trilogie niet compleet maken als in een van de laatste rondes toch nog even mijn pedalen wegglijden, hoor. Oké, okay, top. Oh ja, ik kan hem al bijna aanraken. Dat ga ik dan proberen niet te doen. En dan zal ik... Dat is ook wel zeer slim voor jou, hoor. Oh, ik kan hem aanraken. Zou ik dat gewoon niet doen dan? Ja. Oh shit. Oh shit, oh shit. Als ik op podium kon, dan vier keer dat is een overwinning, hoor. Maar het is nog niet zo ver, Joske. Kom op. Oké, hier heb ik betere tractie. Hier had ik Daniel net ook. Oh, come on, joh. Ik ben zo snel hier. Eerste sector, hè? Ja, doei, Maxi! Yeah! Lekker, Jos. Niet meer aanraken, net als Daniel bij mij deed. Dank je. Oh, shit. Come on. Nou, die banden nog hier blijven. Oh, shit. Ik ga gewoon de hele horen, jongens. Lekker. Oeh, mijn banden 69%. Oké, top. Ik ben trots op mezelf! Ik ben helemaal gespaced ook! Lekker, Jos! Oh, fuck yeah! Is mijn repertoire lekker? Zo, en ook echt precies genoeg banden overhouden. Ja, ik had geen ronde langer kunnen rijden, hoor, dan dit. Nou, persconferentie en zo. Nou, we hebben weer geen persconferentie deze week. Ja, maar Jos, wanneer komt die dan wel? Nou, misschien de volgende aflevering. Maar ja, dan zie je natuurlijk wel eens in de volgende aflevering. Oh ja, en waar is de volgende aflevering? De volgende race is in Monaco. Tot ziens, dames en heren. Dat wordt weer een spektakel. Later!